In onze video's beantwoorden we vaak jullie vragen, vertellen we over onze ervaring met video, maar in deze video heb ik een vraag aan jullie en heb ik eigenlijk, ja, jouw hulp nodig. Hoi, ik ben Gietje van de Videomakers, het kanaal waar we jou helpen bij het maken van betere video's. En in deze video, deze superkorte video, doen we het dus net even anders dan hoe we het normaal doen. Want ik heb een vraag. Als je ons langer volgt, dan weet je dat wij, sinds we de Hogenbelprijs hebben gewonnen, 2 keer per week uploaden. We deden dat omdat er mensen waren die daarom vroegen. En omdat we zelf ook heel erg benieuwd waren op het moment dat wij 2 keer per week een video online zetten. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Is dat beter of niet? Wat gebeurt er met ons en wat gebeurt er met ons YouTube-kanaal? Nou, we hebben al een aantal inzichten opgedaan sinds we dat doen. Waarvan we bij sommigen ook dachten, dat hadden we van tevoren niet per se voorspeld dat het zo zou gaan. We willen daar dus een losse video over maken, waarin we het eigenlijk hebben over, is het nou goed om 2 keer per week te uploaden of niet? En daar heb ik dus jouw hulp bij nodig. We hebben van een aantal mensen al wel reacties gekregen op of ze het uploaden 2 keer per week wel of niet prettig vonden. Maar natuurlijk lang nog niet van iedereen. Dus, wil jij onder deze video aangeven of je het 2 keer per week uploaden van ons op ons kanaal top vindt? Dan mag je een duimpje omhoog geven. Zeg je nee, ik vond eigenlijk 1 keer per week prima of misschien zelfs beter. Dan, en daar vragen we eigenlijk nooit om, maar dit keer dus wel, mag je een duimpje omlaag geven. Dus omhoog als je zegt 2 keer per week top. Omlaag als je zegt 1 keer per week vond ik ook prima of vond ik misschien zelfs nog beter. Daarnaast ben ik dus heel erg benieuwd naar waarom je dat dan vindt. Dus mocht je in de omschrijving daar iets over willen zeggen, wat je motivatie is achter je keus, dan zou dat heel fijn zijn. En op het moment dat jij zegt, ik heb zelf een YouTube-kanaal en ik merk dat ik vaker of minder vaak ben gaan uploaden en dat dat bepaalde gevolgen heeft gehad. Dat kan zijn dat je meer of minder kijkers hebt gekregen. Maar dat kan ook zijn dat je bijvoorbeeld aan jezelf merkt dat je het veel prettiger vindt om 2 keer per week te uploaden of vaker te uploaden of minder vaak. Gewoon alle effecten, zeg maar, die je kan bedenken. En je mocht dus, als je er zin in hebt, wil je die dan ook achterlaten hier beneden in de reacties. Ik ben heel erg benieuwd. Laat van je horen. Laat het weten. Wij gaan sowieso alles lezen. En we gaan ons best doen om er ook op te reageren. Bijvoorbeeld al bedankt als je mee wilt doen aan deze kleine enquête. En dan zien we jullie natuurlijk weer gewoon bij de volgende woensdagvideo. Tot dan!